je kunt het zo meenemen naar... Ik denk dat we een 40, 45 mailtjes de deur uit doen elk jaar. Een aantal van ons zijn weggevallen natuurlijk, Willy en Kees. Leni uit Amsterdam, die was er ook nog wel bij. Maar goed, gelukkig is er ook weer een groep jonge aanwas. En dit jaar, hebben jullie misschien al begrepen, ben ik gevraagd door het 4 mei comité om wat te vertellen over het kind zijn van oorlogsouders. Dat verhaal heb ik op papier gezet en dat ga ik straks, krijg ik daar de gelegenheid voor om dat in de kerk voor te dragen. En dan kom je natuurlijk op het punt dat we hebben natuurlijk onze Nederlandse afkomst, maar ook onze Duitse afkomst. En Kees is een neef van ons, van, laat ik maar zeggen, de Duitse kant. En heel leuk natuurlijk dat Kees en... Joop had ook het plan om te komen. Misschien is hij verdwaald in ons grote dorp, maar goed, daar gaan we allemaal niet op wachten, want dan komen we er nooit uit. Maar het is wel bijzonder, want jullie moeten weten, en degenen die vaker geweest zijn, die weten dat we staan hier altijd wel rondom de gedenkplaats van ome Henk. Maar onze ome Karel en ome Bertus is wel teruggekomen, maar verongelukt natuurlijk. Ome Karel is in die zin altijd ook wel aanwezig in onze herdenking. En ook bij het monument straks, we hebben ook een boeket. Dat brengen we naar het monument straks in Castricum. En ook daar is het niet alleen ome Henk. We vieren wel, of we herdenken wel de Nederlandse gesneuvelden. Maar ook de anderen. En in ons geval hebben we altijd ome Karel ook meegenomen. En nu, omdat ik dat verhaal zo meteen ga vertellen over hoe ik het beleefd heb als kind van oorlogsouders. Nou, dat ga ik straks gaan dat helemaal horen. Maar in een notendopje was ik toen maar 11 jaar dat mijn vader overleed. Dus ja, daar weet ik niet veel van. Maar des te meer van mijn moeder, want ik heb hele avonden zitten kletsen met haar over wat er allemaal gebeurd is en hoe het allemaal gegaan is. Dus dat hele koesjeverhaal, je hebt me gisteren nog gebeld, hè? Een uurtje is niks geweest. Nee. Daar zit een heel verhaal vast en ik heb er vroeger al enorm veel energie en tijd in gestoken om te kijken waar ome Karel gebleven zou zijn. Nou, dat, kom maar, laat er alsjeblieft verder komen, want die moet van de dokter, denk ik. Of oh ja, apotheek. Maar, ja, ik kan binnen hoor. Ik loop nog door. Ja. Uiteraard. Ja, we gaan gewoon verder. Maar toen de tijd dat ik dat deed, hadden we nog geen internet, waren we aan het faxen met Polen, met Oberglogau en dat vond ik wel moeizaam. Dus heel ver ben ik toen niet gekomen, maar ja, toch wel een tipje van de sluier op kunnen lichten. Maar nu, we zijn hier weer bij elkaar. Welkom. We zijn weer bij elkaar. Om ome Henk te gedenken, om ome Karel te gedenken, maar ook, wat ik zeg, die ome Bertus, die terug is gekomen uit de oorlog, hier wel een gezin heeft gesticht, maar ik denk dat hij het niet makkelijk heeft gehad met wat hij misschien wel heeft meegemaakt. Dan hebben we natuurlijk ook onze ome Constant, die op een gegeven moment in Duitsland moest blijven en niet meer terug naar Nederland mocht. Het zijn natuurlijk, voor de familiekoers zijn het, schijnt gewoon hele zware tijden geweest. En wat mij zo bijzonder... nu ik er later over nadenk, wat me zo bijzonder opgevallen is, is dat onze families, dus van de Nederlandse gesneuvelde soldaat en aan de andere kant de Duitse tegenstanders, dat toch helemaal in harmonie is gegaan, ook
binnen de familie Nuis, dat dat wel volledig geaccepteerd is. En dat is toch wel bijzonder. Dus accepteren ze groot iets om verder te gaan met de vrede, denk ik. Dus dat alles zeggende, nou, heb Stacy het bloemwerk dit jaar weer gemaakt. Prachtig. Ome Henk, 13 mei, de oorlog was nog maar net begonnen. En ja, uit het nieuws, zomaar uit het leven gegrepen. Ome Karel is vlak voor de oorlog nog thuis geweest. Maar op het advies van de familie werd gezegd, blijf thuis, want de oorlog raakt op zijn einde. En toen waren een van zijn laatste woorden van, maar dat doe ik niet. Want als iemand voor mij niet terug was gekomen, als iemand niet terugkomt, mag een ander niet naar huis. Dus als iemand voor mij niet terug was gekomen, had ik hier ook niet geweest waarschijnlijk. Dus hij ging om een ander ook weer de gelegenheid te geven. Kom gerust verder hoor. Ja, natuurlijk. Hij is teruggegaan om een ander de gelegenheid te geven om ook toch naar huis te kunnen gaan. Nou ja, dat je dan weer met je leven moet bekopen, het is zuur. Hoe dat allemaal gegaan is, weten we niet. Kees heeft wel hele ideeën om dat toch nog eens op te pakken en nog verder te gaan struinen. Ik heb ook al hele routes en plannen klaarleggen. Alleen, het moet uitgevoerd worden. Ik hoop nog heel veel jaren te leven en de tijd voor te krijgen. En dan ben ik toch van plan om die hele route die om elkaar gelopen heb enzovoort. Om dat, om dat allemaal te gaan bekijken. Kijk, laat wel even. Ik praat zo 10 minuten volgende. Ik heb geen gedichtje of dingetje. Maar misschien is er iemand die iets meegenomen heeft. Of iemand die iets wil zeggen. Of voel je gerust geroepen om wat te zeggen, voor te dragen of wat dan ook. Andere jaren hebben we dat nog wel. Ik heb wel mee, maar dat is heel leuk omdat het moet. Ja, en ik reken natuurlijk een beetje op Sofietje. Ja, maar die verontschuldigt zich, de groeten allemaal, want die heeft tentaal. Dus dat gaat niet lukken. En dat is een beetje zijdelings. Ik heb er een paar mee voor wie het nog eens na wil lezen. Ja, dat is voor de kamer. Je mag hier op mijn plekje staan. Omdat het allemaal niet zo strikt hoeft, dacht ik vandaag, ik neem toch wat mee. Actueel in het nieuws, op tv, nu, programma's Laat oorlog geen generaties duren. Een drieluik waarin Hanneke Groenteman in gesprek gaat met jongere generaties, ouders en kinderen. Jij zegt het ook al, hoe het doorgaat in generaties. Onder andere komende zondag op NPO 2. In het samengaan met deze herdenken aan ome Henk. Die een vroegtijdige dood vond in de oorlog en dat wij nu in vrijheid mogen leven, wil ik een recente persoonlijke mijmering met jullie delen. Ik noem het de begraafplaats Sint-Barbara. Vanwege werkzaamheden aan de Nieuwe Hemweg, Amsterdam-Noord, rijden mijn vriendin Marjan en ik geregeld over de Transformatorweg naar Amsterdam voor een koorrepetitie in de Dominicuskerk of in de Studentenecclesia in de Rode Hoed. Dat herintreden in dat koor is voor mijn ziel voeding en goede inspanning ter ontspanning. Echter, via deze voor mij onbekende route, wordt mijn aandacht steeds getrokken naar een bordje begraafplaats Sint-Barbara. Ik hoor dat. Dat komt binnen. Een vluchtig moment in het voorbijgaan. En toch wordt het elke week sterker. Ik realiseer mij dat ik het verdriet van mijn moeder voel. Jullie nicht Willy. Haar moeder en zusje Betsy zijn hier kort voor en tijdens de oorlogsjaren begraven. Mijn moeder is inmiddels ook al 8 jaar geleden overleden. En het is eigenlijk gek hoe haar emotie in mij doorleeft. Dat zet tot nadenken. Naast het enorme gemis van haar moeder en haar zus was er ook frustratie en boosheid van haar over het feit dat toen zij op een gegeven moment dat graf ging bezoeken, de graven geruimd bleken. Op de een of andere manier besef ik de impact op het leven van mijn moeder nu intenser dan ooit. Ik kom niet maandelijks op de begraafplaats bij mijn ouders. En het is toch wel een vertrouwd plekje en fijn dat ik daar soms naartoe kan gaan. De emotie nestelt in mij en roept vragen op. Waarom zijn de graven van oma en Betsy geruimd? Lagen ze bij elkaar? Diep van binnen voel ik dat ik die emotie moet kanaliseren, moet afronden, opdat het geen belasting is voor een volgende generatie, niet voor mijn kinderen en kleinkinderen. Wie schetst mijn verbazing dat ik per omgaande reactie krijg op een mail naar de begraafplaats
hierbij de door u gevraagde informatie. Het graf van Maria Alida Luijens, echtgenote van Jaap Dignum, overleden 24 maart 1938, begraven 28 maart 1938. Dit was een graf voor 10 jaar en rond 1949-1950 zal het geruimd zijn. Elisabeth Wilhelmina Dignum, overleden 11 augustus 1943, begraven op 14 augustus 1943. Dit was ook een algemeen graf voor 10 jaar. Rond 1954-1955 zal dit geruimd zijn. Er is geen afbeelding van deze graven, ze staan alleen nog in de boeken genoteerd. Tja, formeel was het een graf voor 10 jaar. Maar het waren natuurlijk verschrikkelijke jaren, bedenk je nu, met die oorlog en ook de opbouw daarna. Wat moet het vreselijk geweest zijn voor mijn moeder om hiermee geconfronteerd te zijn. En nu ik zelf ouder word, voelt het mij voor mij in retrospect ook wel al snel na zo'n oorlogsperiode dat die graven geruimd zijn. In de weken die volgen loop ik wat te mijmeren, tot ik recent, een beetje vroeg in Amsterdam was voor mijn repetitie, voor een zondagsdienst. En mijn handen als vanzelf de Spaardammerdijk opstuurde. Ik heb een klein rondje gelopen. Was verbaasd over de mooie plek zo achter snelweg en industrie. Een moment sta ik stil bij een steen met de tekst. Hier is het plaatje ervan. Hier herdenken wij allen van wie het graf niet meer kenbaar is. En die begraven zijn geweest op De Liefde tussen 1845 en 1935. En op Sint-Barbara sinds 1893. Zo mooi. Het was fijn om hier te zijn. Ja. En het is een fijn lied. Het gaat zoals het gaat. En soms is het. Iemand nog iets? Keuzes over je bewegingen?